Met het project Kinderen voor een dag supermarktdirecteur hebben basisschoolkinderen hun eigen ideeën bedacht voor kidsmarketing bij gezonde producten. Samen met supermarktdirecteur gingen ze aan de slag en vandaag zien ze hun eigen ideeën voor het eerst terug in de supermarkt. We hebben vandaag een dag dat de kinderen het supermarkt overnemen. Supermarktmanager voor één dag, zoals ze dat op hun school noemen. En ze hebben allerlei leuke dingen bedacht met betrekking tot gezondheid. Een fruitsmoothie, leuke weetjes bij de AGF-producten en een heel gezond ijsje. En dat gaan ze nu in de praktijk zien, hoe ze dat kunnen verkopen aan andere klanten. Het is een project dat we vanuit Groen Gezond en in Beweging hebben mogen uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat de marketing die je vaak ziet op producten voor kinderen, is vaak op ongezonde producten. Maar we vinden het eigenlijk wel heel mooi om dat ook in te zetten voor gezonde producten, want het werkt vaak wel. De kinderen hebben zelf nagedacht over hoe ze de gezonde producten aantrekkelijker kunnen maken. Ik heb een smoothieapparaat bedacht. Dan kunnen mensen of kinderen kunnen dan zelf groenten en fruit in een smoothieapparaat doen. En dan mogen ze ook zelf de smoothie meenemen. Ik vond het wel heel leuk om te bedenken. En ik vind het ook wel heel leuk dat het nu ook echt in de winkel is gekomen. Nou, we hebben met name heel goed geluisterd naar wat de kinderen denken wat gezond is. En daar ook echt soms hele rare antwoorden krijg je daarop. En daar hebben we eigenlijk dat als startpunt gepakt en eens kijken van oké, kunnen we als supermarkt zorgen voor een gezond alternatief. Kidsmarketing wordt vaak gebruikt bij ongezonde voedingsmiddelen zoals koekjes en snoep. Met het project willen ze dit graag veranderen. Ja, helaas is het zo dat natuurlijk het ongezondste product vaak het goedkoopste is en ook het meest bekend is bij de meeste kinderen. Maar we proberen toch op deze manier om ouders uiteindelijk, want die moeten de keuze maken voor de kinderen natuurlijk, te helpen om een gezonde keuze te maken. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat kinderen gezond kunnen opgroeien. En dat het ook belangrijk is om daar gewoon al vroeg aandacht voor te hebben. Dat ze gewoon leren van groente en fruit zijn ook gewoon heel erg lekker. En er zijn heel veel verschillende soorten. Dat je gewoon niet altijd een snoepje of een koekje hoeft te eten, maar dat gewoon een lekker stuk fruit, dat ook heel lekker is.